Dagelijkse woorden van God. Uit het verschil in wezen van Petrus en Paulus zou je moeten kunnen opmaken dat allen die het leven niet nastreven, tevergeefs werken. Je gelooft in God en volgt God en dus moet je God in je hart liefhebben. Je moet je verdorven gezindheid afschudden. Proberen Gods wens te vervullen en de plicht van een schepsel van God uit te voeren. Omdat je in God gelooft en Hem volgt, moet je alles aan Hem opofferen. Daarbij moet je geen persoonlijke keuzes maken of eisen stellen en dien je de vervulling van Gods wens te bereiken. Omdat je geschapen bent, dien je de Heer die jou geschapen heeft te gehoorzamen, want je hebt van nature geen heerschappij over jezelf en bent niet in staat om je eigen lot te bepalen. Omdat je een mens bent die in God gelooft, moet je op zoek naar heiligheid en verandering. Omdat je een schepsel van God bent, moet je bij je plicht blijven. Je moet je plaats kennen en je plicht niet overschrijden. Dit is niet om je te beperken of om je middels een doctrine te onderdrukken. Het is het pad waardoor je je plicht kunt vervullen. Het is het pad dat allen die rechtschapen handelen kunnen en zouden moeten bereiken. Als je het wezen van Petrus en Paulus vergelijkt, dan weet je hoe je moet zoeken. Van de paden die Petrus en Paulus zijn gegaan, is het ene pad van vervolmaking en de andere het pad van eliminatie. Petrus en Paulus vertegenwoordigen twee verschillende paden. Beiden hebben weliswaar het werk van de Heilige Geest ontvangen en beiden zijn verlicht en geïllumineerd door de Heilige Geest en beiden hebben dat wat hun door de Heer Jezus is toevertrouwd aanvaard. Maar de vrucht die in ieder van hen werd afgeworpen was niet dezelfde. De ene heeft werkelijk vrucht gedragen, de andere niet. Uit hun wezen, uit het werk dat zij deden, uit wat zij aan de buitenkant uitdrukten en uit hoe zij geëindigd zijn, zou je moeten kunnen opmaken welk pad jij moet nemen, welk pad jij moet kiezen om te gaan. Zij gingen twee duidelijk verschillende paden. Petrus en Paulus, zij zijn het voorbeeld van elk der paden. En dus vanaf het allereerste begin dienden zij als voorbeeld om de beide paden te typeren. Wat zijn de kernpunten van de ervaringen van Paulus en waarom mislukte hij? Wat zijn de kernpunten van de ervaringen van Petrus en hoe onderging hij de vervolmaking? Als je naast elkaar legt waar beiden om gaven, dan weet je precies wat voor soort mens God vereist. Wat Gods wil is, wat Gods gezindheid is, wat voor soort mens uiteindelijk vervolmaakt zal worden en wat voor soort mens niet vervolmaakt zal worden. Wat de gezindheid is van hen die vervolmaakt zullen worden en wat de gezindheid is van hen die niet vervolmaakt zullen worden. Deze wezenlijke kwesties kunnen herkend worden in de ervaringen van Petrus en Paulus. God heeft alle dingen geschapen en dus brengt Hij de hele schepping onder Zijn heerschappij. Onderwerpt Hij haar aan Zijn heerschappij. Hij heeft het gezag over alle dingen. Alle dingen zijn in Zijn handen. De hele schepping van God, inclusief dieren, planten, de mensheid, de bergen, de rivieren en de meren, alles moet onder Zijn heerschappij komen. Alle dingen in de lucht en op de aarde moeten onder zijn heerschappij komen. Ze kunnen geen keus hebben en moeten zich allemaal aan zijn orchestratie onderwerpen. Dit is door God verordend. Dit is het gezag van God. God heeft het gezag over alle dingen en ordent en rangschikt alles, deelt ieder naar zijn soort in en bedeelt ieder een eigen positie toe, zoals God het wil. Hoe groot iets ook is, niets kan God voorbijstreven en alle dingen staan in dienst van de mensheid die door God is geschapen
en geen enkel ding durft God ongehoorzaam te zijn of eisen te stellen aan God. En zo dient de mens als schepsel van God ook de plicht van de mens te vervullen. Ongeacht of hij al dan niet heerser is, of meester van alle dingen, hoe hoog de status van de mens ook is bij alle dingen, hij blijft toch slechts een klein mens onder de heerschappij van God en is niet meer dan een onbeduidend mens, een schepsel van God en zal nooit boven God uitkomen. Als een schepsel van God zou de mens de plicht van een schepsel van God moeten willen uitvoeren. God moeten willen liefhebben zonder andere keuzes te maken, want God is de liefde van de mens waard. Zij die God willen liefhebben, moeten niet op zoek zijn naar eigen gewin of naar iets waar zij zelf naar verlangen. Dat is de meest juiste manier van zoeken. Als dat waar je naar op zoek bent de waarheid is, dat wat je in praktijk brengt de waarheid is, en dat wat je bereikt een verandering in je gezindheid is, dan is het pad dat je bewandelt de juiste. Als dat wat je zoekt de zegeningen van het vlees zijn, en dat wat je in praktijk brengt de waarheid van je eigen opvattingen is, en als er geen verandering in je gezindheid optreedt, en je helemaal niet gehoorzaam bent aan God in het vlees, en je nog altijd in vaagheid leeft, dan zal datgene waar je naar op zoek bent, je naar de hel voeren. Want het pad dat je bewandelt, is het pad van de mislukking. Of je vervolmaakt of geëlimineerd wordt, hangt af van je persoonlijke zoektocht, wat ook inhoudt dat succes of mislukking afhangen van het pad dat de mens bewandelt.